We zijn aangekomen bij een nieuwe periode in de examenstof, het zogenaamde interbellum. En dat is een term uit het Latijn. Inter betekent tussen, bellum staat voor oorlog. En dit is dus de periode tussen de oorlogen. 1918-1939. 1918 eindigt de Eerste Wereldoorlog en 1939 begint de Tweede Wereldoorlog. En dat interbellum is dus die periode tussen die twee oorlogen. Nou, zoals je rechtsboven ook al ziet, is dit dus iets wat voor basiskader gemengd en theoretisch allemaal aan bod komt. En nou, ja, we starten met uh, eigenlijk de afloop of de nasleep van die Eerste Wereldoorlog, want er moet natuurlijk een vredesverdrag komen. En dat is het zogenaamde verdrag van Versailles. He, na de Eerste Wereldoorlog volgde dus die vrede van Versailles een jaar later, in 1919. En Versailles, dat is een plaats net buiten Parijs. En daar kwamen alle landen die hadden deelgenomen aan de oorlog, die kwamen daar samen. En daar werd eigenlijk besloten ja, hoe het nu verder moest. En de belangrijkste bepalingen van het vredesverdrag die gaan we even op een rijtje zetten. Want die moet je ook kennen. Nou, de allerbelangrijkste bepaling is misschien wel dat Duitsland schuldig wordt bevonden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dat is niet helemaal terecht, want er waren natuurlijk heel veel landen die er schuld aan hadden. Er was een hele uh, scala aan oorzaken waarom die Eerste Wereldoorlog uitbrak. Maar goed, Duitsland is de grote verliezer eigenlijk, omdat ze die wapenstilstand hebben getekend. En uh, daarom worden zij als enige schuldig gevonden. Vooral de Fransen, die wilden de Duitse stad toch echt even invrijven. En dat betekent dus ook dat uh, Duitsland grote herstelbetalingen moet gaan betalen... voor de schade die er tijdens de oorlog is geleden... Ieder jaar moeten de Duitsers een gigantisch bedrag betalen aan Frankrijk, aan België, aan Engeland, aan Rusland. En uh, nou ja, daar, daar, ze worden dus zwaar gestraft eigenlijk. En ze moeten ook grondgebied en kolonie afstaan. Dus hier zien we dat uh, op dit kaartje dat Duitsland al die Paarse gebieden. dat die allemaal af moeten staan aan andere landen. Dus Duitsland wordt ook een stuk kleiner. En bovendien. Wordt ook het Duitse leger een stuk kleiner. Hè? Om te voorkomen dat er weer een nieuwe oorlog uitbreekt, vindt men in Versailles, mag Duitsland ook maar slechts een heel klein eigen leger hebben. En bovendien moet Duitsland ook flink gedemilitariseerd worden. Zo mag er bijvoorbeeld geen enkele Duitse soldaat in het Rijnland, hè, de westgrens eigenlijk, de zuidwestgrens van uh, Duitsland, komen. Uh, demilitarisatie dus. Alles maar om te voorkomen dat Duitsland weer een nieuwe oorlog zou starten. Dat was de gedachte hierachter. Ja, en je kunt je voorstellen dat de Duitsers hier zelf niet erg blij mee waren. Hè? Want die voelen toch vooral dat zij als enige gestraft worden en ook zwaar gestraft worden. En ze voelen zich gewoon ook vernederd. En je ziet dan ook dat er massale protesten zijn. Zoals je bijvoorbeeld ook hier op die foto rechts ziet: van de Duitsers tegen die bepalingen. Maar goed, Duitsland ligt op zijn gat na die Eerste Wereldoorlog. Heeft de wapenstilstand moeten tekenen, is eigenlijk de verliezer. En ze moeten nou dus ook dit vredesverdrag accepteren. Ja, en de hoop is dus dat door dit vredesverdrag van Versailles, dat er daardoor geen nieuwe grote oorlog zal uitbreken in Europa. En dat Europa eigenlijk opnieuw kan beginnen. En we zien ook dat Europa op andere fronten ook opnieuw gaat beginnen. Want na die Eerste Wereldoorlog ontstaan allerlei nieuwe staten in Europa. Als we uh, de kaart van Europa erbij pakken, uh, ja, op het moment eigenlijk dat alle spanningen beginnen op te lopen uh, na die Eerste Wereldoorlog toe, hè, vanaf 1871, dan ziet de kaart van Europa er zo uit. Maar uh, ja, na de Eerste Wereldoorlog ziet de kaart van Europa er toch wel echt anders uit. En dan ziet die er zo uit. En dan is bijvoorbeeld uh, nou, het, de dubbelmonarchie, Oostenrijk-Hongarije, dat zijn twee aparte landen geworden. Uh, de Tsjechen en de Slovaken, die, die ook in Oostenrijk-Hongarije leefden, die zijn uh, samen hebben ze tsjech slowakije gesticht. Uh, de staat Polen die is gesticht. Uh, de Kroaten en de Slovenen zijn samen met de Serviërs uh, hebben ze Joegoslavië gesticht. En zo zie je dus dat de kaart van Europa er na de Eerste Wereldoorlog heel anders uitziet dan daarvoor. En ja, er is ook een nieuw begin in de vorm van de zogenaamde Volkenbond. Dat is een idee van deze man die we hier zien, de Amerikaanse president Wilson. En hij komt ook naar Versailles, komt hij toe voor dat vredesverdrag. En hij heeft van tevoren heeft hij al een 14-punten-plan bedacht. 14 punten die ervoor gaan zorgen dat er nooit meer oorlog komt, dat de vrede bewaard blijft. En een van zijn belangrijkste punten is de oprichting van de zogenaamde Volkenbond. Een bond van volkeren. En wat doet hij dan? Dat is een organisatie van landen. Die voor vrede in de wereld moet zorgen. Hè? En als er ergens ruzie is, een conflict is tussen landen. dan, dan moeten ze niet meteen naar de wapens grijpen en gaan vechten. Nee, dan moeten ze met elkaar gaan overleggen. En dan kan die Volkenbond daarbij uh, bij helpen. die kan mee gaan praten. Ja, en dan worden in de loop van de tijd heel veel landen lid van. Hè? We zien hier allerlei kleuren op deze wereldkaart staan. En eigenlijk zijn alle landen, behalve de donkergrijze landen, uh, die hebben wel op de een of andere manier met die Volkenbond te maken of te maken gehad. Hè? Want sommigen zijn meteen lid en blijven lid, anderen worden weer later lid of ze, ze stappen er weer eerder uit of iets dergelijks. Maar het is wel opvallend dat die, die, die Wilson, die president van de Verenigde Staten, het uiteindelijk niet voor elkaar krijgt dat zijn eigen land, de Verenigde Staten, is namelijk ook donkergrijs, dat dat lid wordt van die Volkenbond. Maar goed, het is in ieder geval een poging om na die ellende van die Eerste Wereldoorlog ervoor te zorgen dat er niet opnieuw een grote oorlog uit zal breken in de wereld.